Het zijn niet de makkelijkste onderwerpen die leerlingen van de basisschool in Sierra Leone krijgen voorgeschoteld. Omdat alle scholen gesloten zijn, krijgen kinderen les via de radio. En Jan van 12 vindt dat behoorlijk tegenvallen. It's too difficult because the money is going so faster. Al 8 maanden mogen kinderen hier niet naar school. En er is nog veel meer voor ze verboden om te zorgen dat ze niet ziek worden. My father is not allowing me to play outside because of this Ebola. He said if I play outside when I come, he will punish me. Iedereen hier is bang om ziek te worden. En dus kunnen kinderen al die maanden al niet veel meer dan binnen zitten. When I sit at home, I feel bored. And if I don't see my friend around me, we are not making fun. Yeah. We are not making jokes. Yeah. And I sit slowly, I feel sorry. Speciaal voor ons mag Jan naar zijn school lopen. Dit is een van de gebieden waar de meeste mensen ziek zijn geworden. Sinds Ebola is er veel veranderd. Zo heeft Jan nu altijd dit flesje bij zich om zijn handen schoon te maken. I did it so I put it in my hand. Do that every time, every minute. Handen wassen, elkaar niet aanraken en dus ook niet bij anderen op bezoek gaan of spelen. In Sierra Leone ligt voor kinderen alles stil. I miss like my friend when we are playing, seeking, hiding, and when we are running. When I go through with my teacher vloggers, yeah, I miss that. Op het veld voor de school van Jan is een noodziekenhuis gebouwd. This is the treatment center, Ebola treatment center. When Ebola patients come, so this is the way they come with it. Many people have Ebola in my community because they are not listening the advice the government has given us. The health people has given us. They don't give us the advice. They don't listen the advice, so that's why they do and carry the sick out and share it to another person. Het ziet er naar uit dat de scholen nog zeker een maand gesloten blijven. De radio- en televisielessen zijn voor de kinderen dus de enige mogelijkheid om iets te leren. Maar veel kinderen hebben geen radio of televisie. Zij kunnen de lessen dus niet volgen. En de lessen moeten beter, zeggen de kinderen tegen hulporganisatie UNICEF. What I have learned from these children today is really, really good. It really shows that we are not wasting our time having this radio program. But they are learning from it and they gave me suggestions to take back to the government on how they can improve on the presentation of the radio program. And it is really, really, really incredible for me to hear. Het best zou natuurlijk zijn als alle kinderen weer gewoon naar school kunnen. Maar dat mag pas als er geen Ebola-zieken meer zijn. Tot die tijd zit er voor Jan maar één ding op. There are about 118 different elements known today. I miss this school so much. Yeah.